Oh jawel, er wordt gelachen, er wordt gevallen en er wordt nog meer gevallen op dit spectaculaire hindernissenparcours in de Vossenmeren. Dit is Supersplash. Met Henny uit de buurtpolitie, Lenny uit Blind Getrouwd, Jo uit Familie en Sean uit The Voice. Een parcours waarbij kracht, doorzettingsvermogen en balans domineren. Dit zijn de superboxes. Er liggen 4 stuks op het parcours. Dat is vaak heel goed nieuws en soms ook minder goed nieuws. Aan de deelnemers om te beslissen of ze er eentje nemen of niet. Concentratie, mannen. Ik zei concentratie. En we zijn vertrokken. Meer nog, we krijgen meteen het betere duw- en trekwerk te zien. En zo te zien kan er op dit moment nog gelachen worden. Ik zeg duidelijk, op dit moment. Het is Henny die als eerste de top bereikt. Laat ze hier maar rustig gaan, zat ze maar. Ja. Henny houdt er een andere tactiek op na. Die smijt zich liever in het water. Een freeze. Miljardetje. Dat betekent 10 seconden blijven stilstaan, Lenny. Gelukkig kan hij er zelf om lachen. De kandidaten die voorlopig het hoofd boven water hielden, gaan nu 1 voor 1 kopje onder. Voilà, bij deze hebben ze alle 4 het water uit de Vossenmeren geproefd. Een nek-aan-nek race tussen Lenny en Henny, een sluipactie van Jo en een kruipactie van Sean, die meteen de groep achter zich laat. Tussendoor samen een badje pakken, denken Sean en Lenny. En Jo, die gaat maar al te graag kopje onder. Opletten voor het evenwicht, Sean. Ja, 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 nee. Toch niet. Even mijn helm goed zetten, denkt Lenny. En Henny doet niet mee met hakken, maar wel met blote voeten over de sloot. Sean op kop, terwijl hij de hete adem van Henny in zijn nek voelt blazen. Dit zou wel eens bijzonder spannend kunnen worden. En bijzonder vermoeiend als ik het geheig zo hoor. Het is Sean die als eerste over het luchtkussen klautert. Ondertussen is Jo op zoek naar zijn evenwicht. En Sean die gaat als eerste geswind over de finish. Lenny kruipt achter de hielen van Henny, die dan weer zijn parcours afwerkt met een koprol. Mooie prestatie, Henny. Een 3e plek en vreugdesprong voor Lenny. En wij maken het heel even stil voor Jo. Is gebeurd. En dat brengt ons meteen bij deze eindscore. Sean op 1 en dus 5 punten, gevolgd door Henny met 3 punten, Lenny kaapt 1 punt en Jo moet het voorlopig stellen met 0 punten. Over naar de mannen voor een eerste reactie. Ik ken hem hier. Zo vermoeiend. Fucking hell. En dat was de gemakkelijkste. Duh. Genoeg gerust. Tijd voor het volgende parcours. In dit parcours gaan we baantjes trekken en hopelijk ook zoveel mogelijk het baantje volgen. En dit zijn de superboxes. Maar grijpen de kandidaten naar de juiste superbox? 4 op een rij en helemaal klaar voor de eerste uitschuiver. Succes, mannen! Daar gaan ze. Het is zo helder als het water in de Vossenmeren dat de mannen hun zwembrevet van 25 meter gehaald hebben. Braaf elkaars beurt afwachten en niet voorsteken, hè, mannen. Henny, voor de gelegenheid niet in het blauw, maar wel in het rood, gaat er als een raket vandoor en zal dadelijk iedereen verbazen met zijn eerste stunt. Nu goed kijken, hè. Wow. En ondertussen krijgen we ook meteen een eerste tussenstand. Ja, Sean, dan denk je waarschijnlijk, hoe kan ik hier mijn beste beentje voorzetten? Wel, misschien is polsen bij de arm der wet. Henny? Henny? Oké, als je het mij vraagt, gewoon gaan. En jawel, Henny zal meteen stof doen opwaaien, want hij pakt een bom. En ja, Sean, die is voor jou. Kopje onder, man. Kom aan, joh, vraag je. Hoe glijdt een stuntman van een glijbaan? Zo dus.
Henny dus nog steeds op kop. Wat zeg ik? Henny gaat als eerste over de finish. Proficiat man. Sean denkt, Henny kopje onder. Ik ook. Lenny focust zich op de baan, terwijl het 1-0 is voor Jo en de draaideuren. De laatste rechte lijn wordt meteen ook de spannendste in deze race. Al weet ik niet of we hier nog verrassende ontknopingen mogen verwachten. Het ziet er naar uit dat de mannen netjes aansluiten en dus één voor één over de finish stranden. Nog een twijfelachtig manoeuvre van Lenny. Dat vermoed ik. En jawel, het spel is gespeeld. De strijd is gestreden. In deze race is het goud voor Henny, gevolgd door Jo, Lenny en hekkensluiter Sean. En dat brengt ons bij de voorlopige volgende tussenstand. Over naar onze expert ter plaatse. Het parcours was geweldig, hè? Technisch. Vermoeiend. Hij al twee keer een bombeke gaat de volgende keer pakken. Ik probeer gewoon de concurrent te pakken. Je zit altijd dichterbij. Dat is de volgende. Tijd voor de volgende race. Dit parcours draait volledig rond snelheid en jezelf uitbalanceren. Ik zou zeggen, haal de koorddanser eens in jezelf naar boven, mannen. Ja, de sfeer zit er duidelijk in. Oh, we gaan beginnen. Het lijkt wel een kolonie sierlijke keizerpinguïns die elkaar netjes volgen. En de mannen zijn duidelijk niet aan hun proefstuk toe, want de eerste hindernis lijkt kinderspel. Oké, ik had beter gezwegen. En iedereen... Tansje bijsteken, joh. En bijna tansje eruit voor Lenny. Henny is duidelijk de koploper van de groep. Maar alles kan nog, want... Ja, oké. Dat stond niet in het scenario, Sean. Herpak u. Aha, dat bedoel ik dus. Een bom. Deze is voor jou, Henny. Deze is voor jou, Henny. Selectief doof noem ik dat. Oh, spannend momentje. Als een ras echte jager besluipt Sean zijn prooi. Maar die prooi vecht terug. Yo? Hola. Perfect uitgevoerde koprol daarbij. Maar hoe zou het nog zijn met Lenny? Hoog en droog dus. Oké, ik mag verklappen dat er een demarrageopkomst is tussen de drie koplopers. En een demarrage gaat heel soms gepaard met, inderdaad, een valpartij. Ik bedoel, valpartijen. Vitesse hoger, denkt Jo. Hola, rustig balanceren en ja. Even uitblazen, waarom niet? Laatste rechte lijn voor Sean. Figuurlijke Sean, je moet het parcours volgen. En Jo die denkt, als Sean springt, dan spring ik ook. Lenny. Nee, Lenny, rechtdoor. Ja, ja, Lenny. Ja. Met zijn allerlaatste kracht slentert Sean als eerste over de finishlijn. In een schitterende achtervolging gevolgd door Henny. Gevolgd door... Jawel, even uitblazen. Jo, waarom niet? Lenny maakt zich klaar voor de eindspurt. Twee succesvolle vreugdesprongen en hij rondt het af met een mooie val voorover. Sean wint deze battle. Henny op plaats 2, Jo op 3 en Lenny versiert een vierde plek. En dat brengt ons bij volgende eindstand. Over naar de mannen voor een sfeerverslag. Ik heb eens een kubusje gepakt. Prachtig. Oh, voelde dat goed. Bonneke! Ja, maar kijk, anders had ik jij weer... Het is een technisch spel. Een raket, jongen, helemaal dat jij vertrokken bent, dat is niet normaal. Maar je ziet het, hè? Snelheid en intelligentie. Dat is een verschil, hè. Ik heb de gasten laten winnen. Maar ik geef ze toekjes. Wijze woorden, mooie wedstrijd. Bijna één rechte lijn richting de finish. Met vallen en terug opstaan. En met de superboxes, want die zorgen voor extra spanning tijdens het spel. Hier gaan we, mannen. Concentratie. En... Ja!
Dat is wat ze noemen kopje onder. Geniet ondertussen mee van deze bijna olympische demonstratie van schoolslag. Gevolgd door een warm knuffelmoment met het opstapponton. Ja, jongens, ik wil niks zeggen, maar Henny loopt alsof zijn leven ervan afhangt. Terwijl het duidelijk is dat Sean... Oh, wacht eens, man. Dat wil ik nog wel eens zien. Ja, hier moet ik toch een rode kaart fluiten voor Jo Hens. Dat is allemaal gelijk, Lenny. Doorlijk. Ah, de twee zijn terug vriendjes. Oké. Henny daarentegen, die laat al zijn vriendjes achter zich. En Sean van zijn kant heeft dan weer goesting om Henny te vergezellen in bad. Knap, Henny. Als een ras-echte katachtige duikt hij achter zijn superbox. En we hebben een bom. En die bom gaat vanzelfsprekend naar... Inderdaad, Sean. Ja, jij Sean. Jij mag kopje onderduiken. Dank u. Ik zie wat jij ook ziet. De vermoeidheid slaat toe en de Olympische gedachte deelnemen is belangrijker dan winnen, neemt voorzichtig de bovenhand. Een paar uitschuivers om terug op adem te komen, om zich daarna helemaal terug te smijten in het water. Lenny, je moet ook niet alles doen wat ik zeg, hè? Het gevecht met de muren, niet bepaald de favoriet bij de deelnemers. Ik zou trouwens langs de zijkant wandelen in plaats van erover te klauteren. Jongens? Niemand? Oké, laat dat maar. Aha, de piramide, meteen ook de laatste hindernis. Even diep ademhalen, jongens. En gaan. Dat noem ik nu eens sierlijk over de finish glijden, Henny. Sean glijdt minstens even sierlijk van de piramide en rolt over de finishlijn. Nog twee kapoenen die het laatste obstakel tackelen. Jawel, Henny. Mooie voorwaartse buiging. Jo pakt zijn moment om nog even naar de toeschouwers te zwaaien. Oké, ik maak het even stil voor Jo. Mooi man. En dat brengt ons bij de score vandaag. Dat betekent ook dat we een eindwinnaar hebben in deze reeks. Proficiat Henny en mag zich daarmee de koning van de waterratten noemen. We hebben allemaal goed gedaan, man. Hey. Eén voor één. Vergeet niet, lieve vrienden. Deelnemen is belangrijker dan winnen.